Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Zoals je ziet zit ik op dit moment in het vliegtuig, want ik ben namelijk onderweg naar Nice, naar Frankrijk. En deze video is een samenwerking met FHM, want we gaan vandaag de nieuwe Ford Mustang uitproberen in Nice. Ik mag door de bergen gaan rijden, lekker scheuren en ik kan echt niet wachten totdat ik dat racemonster mag gaan uitproberen. Staan allemaal achter me en die kleurtjes, oh damn. Ik heb de oranje genomen voor vandaag. Dat is deze, oranje geelachtig. En ik ga gewoon zo meteen rijden. We beginnen eerst met een ritje van iets van 78 kilometer. En dan gaan we gewoon lekker scheuren en ik ga jullie meenemen. Woe, lekker geluid. Nou, het begint al goed. Laten we gaan rijden. Mooie fotootjes aan het schieten. Er is ook echt zoveel details, hè? Echt heel gaaf. We zijn ondertussen bij het eerste punt aangekomen om even koffie te doen en even een taartje te eten. Heel goed, want ik heb altijd honger, zoals jullie weten. De auto's staan hier achter opgelijnd. Er ligt hier zelfs gewoon sneeuw op de weg. Ik heb een crop topje aan en het is best wel fris. Ik ben net aangekomen in het hotel en god damn, serieus, dit is zo'n mooie kamer. Ik ga jullie eventjes... Nou, dit is dus je mini woonkamer. Tada, super mooie slaapkamer. Dus we hebben snoepjes neergelegd voor mijn fatass. En dit is ook super mooi. Hallo, dat bedoel ik niet. Alles is van marmer. Zelfs de wc is mooi. Het is echt ridiculous gewoon. Mooi bad erin zitten, die ga ik vanavond uitproberen. Douche is prachtig. Slippertjes erbij. Top. Nou, en dit wordt onze volgende. Ik vind dat de wielen andere kleuren hadden moeten zijn. Maar de auto is zelf echt prachtig. En hier kan dus het dak er vanaf. Makkelijk hè zo. Hoppa. En dan is het in één keer een sportautootje voor in de zomer. Super hè? Nou, we zijn ondertussen weer verder gegaan. Ik heb hier een kaartje gekregen en daarmee kan ik nu gaan scannen hier. En ik mag gewoon mijn eigen schoenen maken. Hoe vet is dat? Ik heb in ieder geval alvast voor een zwarte sneaker gekozen. En nu gaan we daar dus een Mustang logo op zetten. Ik heb nu de witte gekozen. Initialen erop zetten. En... Hey, superleuk. Nasli Mayra. En dan heb ik dus gewoon straks mijn eigen schoenen. Bizar. Die zijn dan morgenochtend klaar. En nou moest ik gaan zitten. En dan ging deze meneer mijn zijkant profiel zeg maar in stroomlijnen uitknippen. I'm sorry, I'm talking in Dutch all the time. But that's just it. Cool. Thank you. Ik heb echt eventjes relaxation to the max nodig. Ik ben zo moe. Buiten dat, ik heb wel echt een super, super leuke dag gehad vandaag. Het gevoel, het moment dat je dat gaspedaal intrapt, is echt onbeschrijfelijk. Dat ding is zo sterk. Gewoon 450 pk wat je in één keer brop, gewoon naar voren duwt. Heb ik geleerd vandaag. Zo heel veel weet ik niet over auto. Ik vind wel dat het super leuk om erin te scheuren en dat weten jullie allemaal ook. Dat zeg ik ook gewoon heel eerlijk trouwens. Even lekker genieten hiervan. Morgen is alweer de laatste dag. Ja. Jullie gaan het zien. Goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. Het zonnetje schijnt en ik heb er super veel zin in weer. Ik moet echt opschieten. Om 9 uur rijden we weer weg. En ik moet nog eten en douchen. Dus, let's go. Good. All day. Good. Hey, vandaag met dit prachtige weer in het zonnetje, zonder mijn kop, in de cabrio gaan rijden. Het is echt een prachtige auto. Het heeft wel een andere kleur in ieder geval dan we gisteren reden, maar hij is echt prachtig. Ja, laten we vooral gaan naar de lunch. Ik heb nu alweer honger, wat zie mijne. Hier hebben we het voorgerecht, kopje thee erbij, broodjes. Het volgende gerecht is lamsvlees met
iets. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk. Bon appetit. Zo, na de lunch zijn we gelijk doorgegaan naar de airport. Ik heb echt twee super, super leuke dagen gehad. Dus Ford Nederland en FHM, hartstikke bedankt voor dit tripje. Ik vond het heel erg leuk. Het is geweldig om die nieuwe Mustang te rijden. Het is echt een gaaf ding. Ik ga zo meteen in ieder geval door de gate lekker naar huis. En laat me vooral weten wat jullie hiervan vonden. Make sure dat je subscribe natuurlijk. En laat even een likeje achter op deze video. Spreek jullie later. Bedankt voor het kijken. Mwah.